ik om me heen kijk en zie hoe we als westerse samenleving omgaan met onze omgeving, onze aarde. Ja, dan kan ik eigenlijk niet anders dan concluderen van we zijn echt compleet losgezongen van onze omgeving. Hoe kan het zijn dat eigenlijk die plek die ons voedt, herbergt, waar we verweven mee zijn, dat we die zo uitbuiten? Terwijl het water bijna letterlijk aan onze lippen staat, blijven we vasthouden aan. Hoe kan dat nou? Hoe kunnen we als mens veel meer in een wederkerige relatie met onze omgeving komen en met elkaar komen? In deze film ontmoet ik inspirerende mensen op voor hen betekenisvolle plekken. Collega's uit het veld en partners in verandering uit mijn werkpraktijk van NICE in Drenthe. Samen onderzoeken we welk ongemak we onder ogen moeten komen om de transitie mogelijk te maken naar een wereld waarin wederkerigheid vanzelfsprekend is. Welke systemen moeten we daarvoor dan doorbreken? En wat vraagt dat aan transformatie in onze eigen binnenwereld? En hoe kan circulaire economie ons helpen een nieuw begin te maken? Waar zijn we hier, Reinder? We staan eigenlijk midden in de Koningslaagte. Dat is de plek waar ik geboren ben. En het is, als je die kant uitkijkt, dan zie je de oude lopen van wat nu heet het Reitdiep. Eigenlijk is het vroeger zelfs onderdeel van Hondsrug geweest. Het ijs heeft hier als een grote kracht heeft de Hondsrug doorbroken. En vervolgens heeft het water zijn weg gevonden door het landschap. Dus buitenleven, dat zijn je roots. Buitenleven, maar ook die verbinding met het, met de boerderij en met het land en met de weidevogels. En ook de spanning die we voelden toen al, hoor. Er werd hier een snelweg aangelegd, de stad die oproept. Het was de tijd dat boeren een melktank moesten nemen. En dat kon je alleen maar doen als je weer groter werd. En dan komen dus het thema van vandaag is ook wel, denk ik, de groei en het systeem. Schaalvergroting, intensivering. Je vader heeft nooit die stap gezet en jij hebt ook die stap niet. Nee, het was gezet. Toen wij vertrokken, denk ik dat het gewoon was dat de knecht had nog een goed inkomen, een arbeidsinkomen, en mijn vader niet. Dat is een beetje ook de trieste van boer zijn, is dit leven en wat daarbij hoort en de passie die mensen daarin hebben. Ja, dat is gewoon een zeldzaamheid aan het worden. Kijk, ik heb in het werk dat ik doe heel erg te maken gehad ook met, het veranderen. Het proberen te veranderen van hoe de landbouw ingericht is. En ook de verhouding tussen landbouw en natuur en de nadelen van intensivering van de landbouw. Wat ik zie is dat de individuele boeren dan heel erg gevangen zijn in hun systeem. Mansholt heeft de intensivering gebracht in Nederland. Er moest voedsel komen, nou, tot zover zo goed. En daarna is het gewoon heel erg doorgeslagen naar internationale export, grootschaligheid en met alle gevolgen van dien. De afhankelijkheid van grondstoffen, de wijze waarop we heel de wereld gebruiken om hier veel te kunnen produceren. Ja, dat is gewoon een asociaal systeem geworden. Als je dat wil doorbreken, dan heb je het gesprek met boeren die helemaal vastzitten, klem zitten en ook boos worden. Maar daarachter zit Friesland Campina, de veevoederindustrie, die ook nog het verzet subsidieert, als het ware. En er zijn
de omzet van Friesland Campina gaat over de miljarden heen. Dus dat zijn hele grote gevestigde belangen en die staan op het spel. Als we het hebben over landbouw en Reinder schetst het ook als van het is eigenlijk een asociaal systeem geworden. Mm. Als ik nu kijk hoe we die transitie benaderen, zou ik ook zeggen dat wordt asociaal ingestoken. Als ik jarenlang een kant op gestuurd word door het systeem om dit soort stappen te nemen en dat ik nu te horen krijg dat niet klopt of dat ik de vervuiler ben van. Volgens mij geen boer in zijn hart die een vervuiler wil zijn. Het gaat over mensen die tot in het diepste van hun lijf zich verbonden voelen met die baan. Ze zijn dat. En die worden nu gewoon daar wordt letterlijk van gezegd, we houden niet meer van u. Tja, vind je het gek dat mensen all the way gaan? Dat is afwijzing. Dat is het meest pijnlijke wat je een mens aan kunt doen. Ja. Dat is sociale uitsluiting. Het systeem is gewoon niet in staat om het lijden wat er nu in ontstaat op te lossen. Om de dood eenvoudige reden dat daar geen gewin in zit. Geen financieel gewin. Geen financieel gewin, ja. Als ik een één zin definitie zou moeten geven, is het systeem alles wat buiten je eigen invloedssfeer ligt. Al het beleid wat we hebben, alle instituten die we hebben die mede ook natuurlijk het beleid in de maatschappij verder brengen of certificeren, standaardiseren. Alle normen en waarden die we met z'n allen accepteren als dit is nu het normaal. En dat is het tegenstrijdige, want een systeem is natuurlijk nooit stabiel. Het verandert continu. Ik bedoel, wij zijn niet het systeem wat 50 jaar geleden bestond. Dus we hebben heel veel invloed met z'n allen. Is dat dan te ontwerpen? Nou, dat is in de hele transitietheorie wordt er gezegd dat je transities niet kunt ontwerpen, niet kunt managen. En wat we weten van transities, als je daar naartoe terugkijkt, is dat er patronen te zien zijn van tipping points die ontstaan. Maar hoe je tot die tipping points komt, ja, er zijn heel veel managementboeken hoor, maar we hebben geen idee. Maar dat is de transitie, maar het systeem. Maar daarvan weten we ook niet aan welke knoppen je precies zou moeten draaien om ervoor te zorgen dat het anders wordt. Nou, we hebben natuurlijk een systeem met elkaar gecreëerd, hè, wat eigenlijk een hele optelsom is van allerlei afspraken, gedragingen, hè, en dat is ook iets wat natuurlijk steeds in beweging is. Heel veel daarvan is tot stand gekomen buiten jouw directe invloedssfeer, maar heeft er wel allerlei structuren gecreëerd die ook uitnodigen tot dat gedrag. Ook al wil je van binnen, voel je misschien intuïtief van nou, eigenlijk zou ik het anders willen doen, maar alles stuurt je eigenlijk de kant op qua gedrag zoals we het hebben georganiseerd. Niet wetens, maar wel willens hebben we keuzes gemaakt in het verleden die nu, decennia later, niet oké blijken te zijn voor de decennia die komen en ook voor onszelf nu niet. Maar het is vaak het individu wat wel de prijs moet betalen. Kijk, de boeren is nu een heel actueel voorbeeld, hè, van waar we zien dat het systeem vastloopt, dat het zo niet verder kan. En dat zich dat ook uit in sociale onrust. Ga je kijken naar klimaatverandering, zoals die op dit moment ook al gaande is. De wereld staat letterlijk in de fik. Ik bedoel, de bosbranden zijn geen uitzondering meer. De energiearmoede en de energiecrisis, het stijgen van de energieprijs, hoe we dat allemaal in één keer merken in onze portemonnee. En hoe dat een sociaal zwakkere doelgroep in onze samenleving direct treft. En die kloof tussen rijk en arm wordt ook alleen maar groter. Dus het systeem piept en kraakt op allerlei manieren. Nou, in een land waar zoveel letterlijk ook financiële rijkdom is, ja, dat krap ik wel achter mijn oren. Zo van, hoe kan dat? En ook, hoe kan het anders? Heel veel mensen slaan de existentiële crisis plat als
ons voortbestaan als soort wordt bedreigd. Maar het gaat eigenlijk om ons levensbestaan. En voortbestaan en levensbestaan hebben heel veel met elkaar te maken. Maar levensbestaan betekent je zelfbeeld en je wereldbeeld. Wie ben ik? En wat is de wereld? Wat is goed? En wat deze tijd zo onwijs complex maakt, is dat alles wat wij hebben geïnternaliseerd de afgelopen decennia, dat stort nu in. De economie moet groeien, bedrijven zijn er om geld te verdienen. Je bent zelf verantwoordelijk voor je succes. De wereld is maakbaar, allemaal dit soort dingen. Mm-hmm. En ze storten voor onze ogen in elkaar. En daardoor raken we massaal in een soort van geestelijke nood. We zijn allemaal op dit moment bezig om ons op een nieuwe manier te verhouden met die nieuwe buitenwereld, omdat het niet meer klopt met onze binnenwereld. Hoe ziet mijn leven er over 40 jaar uit of over 30 jaar? Wat is er dan veranderd in de wereld? Kunnen we het nog remmen? Hè? Dus ik merk wel dat vooral de vragen zijn waar ik dan heel ongemakkelijk van kan worden. Soms ook echt wel heel erg boos dat ik dan volwassenen zie en die zijn dan lekker met hun dingetjes bezig en geld verdienen. En dan vraag ik mezelf soms wel af, hebben jullie enig idee van wat er gaande is en waar wij jongeren straks mee zitten? Mijn ouders, die zeiden gewoon ja. Als wir jünger waren, hatten wir nicht die Möglichkeit, nach der Winkel zu gehen, alles zu kaufen, was auf der Welt ruht. Ich sage, ja, aber ich habe die Käuze nicht gemerkt, dass das nur in der Winkel sind. Das ist ja auch Generation gewesen, das gaan wir nu helpen op te lossen. We zijn geboren in eigenlijk heel veel luxe en nu moeten we dat allemaal weer gaan inleveren. Maar het is wel heel lastig om dat dan weer te gaan inleveren. Ja. Eerder het gevoel dat we andere dingen moeten willen. Dus je hebt nu wel een mooie auto of een prachtige telefoon. Maar is dat nou daadwerkelijk wat je wil of wil je een schone leefomgeving? En wil je een economie dat iedereen draagt en dat er voor iedereen is? En een samenleving dat inclusief is, zowel voor de mensen als de biodiversiteit? Wat is de kust voor jou? Waarom hangt dat hier en ook in de woonkamer? Ik ben daar opgegroeid op allerlei manieren. En het is heel dubbel nu, want de kust is ook de plek waar ik bewust van weg blijf. Het huis van mijn ouders kwam te koop een paar jaar geleden. En heel serieus over nagedacht om dat te kopen. Een mooie stollenboerderij opgegroeid. En ja, dat was mijn plek. Maar onder zeeniveau, aan de kust. En ik wil ook iets bouwen voor de kinderen. En dus dat hebben we niet gedaan. Heel bewust daarom niet gedaan. Waar zijn we nu? Hier? 19 meter boven NAP. Daar heb je ook echt naar gekeken toen je kocht. Ja. Hier. Ja, en ook of er rivieren of beken lopen waar je overstromingsproblemen mee kunt hebben. Wat voor grond het is, wat dat doet.
Ik wilde het mijn dochters ook laten ervaren. Wat het is om buiten te leven en wakker te worden met nou ja, de vogels en de elementen te ervaren, zoals de storm of de zonsopgang zien. In plaats van ja, de flat waar de zon achter verdwijnt. Ik ben ook wel heel, heel bewust bezig met alles om dit een plek te maken waar gewoon de kinderen ook kunnen gaan wonen met hun kinderen en hun kinderen. Omdat ik denk dat er over een jaar of 30 bijna geen plek meer is. Ik denk dat, dat we overstroomd gaan worden met klimaatvluchtelingen. Allemaal dat voedselproductie een probleem gaat worden door klimaatverandering. Dat grond het meest waardevolle is natuurlijk al, maar nog meer gaat zijn. En dat daar op allerlei manieren natuurlijk gewoon strijd om gaat zijn. Het is natuurlijk naïef om te denken dat dat dan hier met dit plekje... Dan ben je hier veilig. Dat je dan veilig bent. Maar het is ook niet de bedoeling wat mij betreft dat dit een plekje is dan van alleen maar mijn kinderen en hun kinderen. Maar wel een plek waar zij een basis hebben en waar anderen dan ook nog kunnen zijn. Maar dat is, ja, dat brengt die spanning, hè? Want je wil eigenlijk gewoon je hek bouwen. En tegelijkertijd ook niet. Wil je dat het juist gewoon open gaat en dat die ongelijkheid en oneerlijke verdeling die er op dit moment is, rechtgetrokken wordt. Wat brengt de wetenschap je dan op dit, eigenlijk op deze, nou... Als privépersoon of als Is er een verschil? Ja, er is een verschil. Als privépersoon zou ik liever niet alles weten wat ik weet. Zou ik gewoon mijn hekje kunnen willen opzetten en gewoon mijn leven hier willen kunnen leiden. Zonder al die bagage van wat je de wereld eigenlijk misschien aandoet met je gedrag. Wat is dit? 3 keer mijn footprint of zo? Wat ik hiermee doe. Zeker met de verbouwing die we aan het doen zijn. Alle, hoe goed je het ook probeert te doen. Je onttrekt ontzettend veel energie, materialen aan het systeem. En wat je teruglevert is van mindere kwaliteit. Of met het feit dat ik paarden heb die mesten en eigenlijk gewoon geen functie hebben in het ecosysteem, doe ik het allemaal weer teniet. Natuurlijk wil ik gewoon dat bepaalde dingen duurzaam ingekocht worden voor mijn huis. Maar die zijn er niet. Of ik moet keuzes maken tussen energiezuinigheid aan de ene kant, energieefficiëntie of circulariteit. En die twee gaan soms gewoon niet samen. Ja, waar kies je dan voor? Welke van de twee is dan het beste? Nu, dat weet ik niet. Zelfs ik weet dat niet. Als wetenschapper. Ja. Nou ja, bij gebrek aan beter, denk ik, dan ga ik zelf maar proberen de keuzes te maken waarvan ik denk dat dat de keuzes zijn die goed zijn. Jouw systeem hier. Maak je eigen systeem. Dat is eigenlijk wat je hier aan het doen bent. Ja. Ja, ik ben inderdaad wel bezig om op een soort van microniveau dan maar te zorgen dat ik hier straks wel de juiste planten heb voor vlinders en bijen. Want dit kan je beïnvloeden. Ja. Waarom doe ik wat ik doe? Waarom doen we het eigenlijk zo? En die vraag... die gaan we eigenlijk niet aan. Want dat komt heel dichtbij. Dat vraagt ook zelfreflectie. Dat vraagt ook ter discussie stellen van wat je doet. En bereidheid vinden
om mogelijk ook dingen los te laten of op te geven van wat je gewend bent om het te doen zoals je het doet. Een transitie in onze binnenwereld zal in die buitenwereld keer op keer in andere gedaantes de crisis terug blijven komen. De huidige ontologie is ieder voor zich, ja. Individualisme, hyperindividualisme, een gecreëerde, gekleurde bril ten opzichte van de werkelijkheid. Want de werkelijkheid is namelijk, en elke ecoloog en bioloog kan en zal dat erkennen, is relationeel. En wordt het systeem, het geheel, sterker door de verwevenheid van de verschillende soorten en organismen in dat ecosysteem. Zonder uitzondering. Ja. En dat moeten we beginnen te leren beseffen en daarna te gaan handelen. En dan is er denk ik nog heel veel mogelijk. Kijk je naar natuur, kijk je naar de ecologie. Alle ecologische systemen staan bol van wederzijdse afhankelijkheden. Sterker nog, hoe meer wederzijdse afhankelijkheden, hoe sterker het systeem. Wat nou als we daarvan leren? Wij als mensen. Wat nou als wij elkaar leren van hoe meer afhankelijkheden we onderling met elkaar kunnen creëren, waarin wederkerigheid zit. Dat is wel een kernbegrip van wat mij betreft, waarin het een wederkerige afhankelijkheid is. Dan kom je veel meer, raak je veel meer georiënteerd op een gemeenschappelijk belang. Deze plek, wat we in de familie het paradijsje noemen, waar mijn schoonvader in 10, 13 jaar van een stuk landbouwgrond toch een kleine lusthof heeft weten te maken. En niet met een vooropgezet plan. Er is eigenlijk aldoende, al rommelend, experimenterend, is uiteindelijk iets gegroeid. En wat er groeit, beïnvloedt vervolgens weer wat je doet. Zelf noem ik dat een proces van intelligent vooruitstruikelen, aldoende te leren. Die houding, die manier van ook het omarmen van onzekerheid, want je weet eigenlijk helemaal niet wat de uitkomst is. Je weet ook niet precies wat je allemaal op je pad gaat tegenkomen. Ja, die houding is in mijn ogen meer dan ooit nodig. Die kan ons helpen, die kan ons verder helpen om eigenlijk naar een nieuw systeem, naar een nieuw perspectief te komen. NICE, het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie, doet, of waarvoor we er zijn, is om de transitie naar circulaire economie te helpen versnellen. We positioneren ons daarin als organisatie heel nadrukkelijk op die plek waar sprake is van marktfalen. Dus waar we het nog niet kunnen, waar de markt, waar we het als samenleving gewoon nog niet kunnen. En we creëren daarvoor een niche. Dus NICE is een niche. Is feitelijk zelf ook een ruimte waarbinnen we projecten, programma's draaien met organisaties. En of dat nou ondernemingen zijn, kennisinstellingen zijn, overheden zijn. Die brengen we feitelijk bij elkaar rond een gemeenschappelijk vraagstuk. Als klimaatverandering, als voedselproblematiek, als de grondstoffenproblematiek.
hoe we daarin tot andere producten, andere manieren van ontwerpen, andere resultaten kunnen komen, ander beleid kunnen komen. Circulaire economie is in die zin niet het doel. Het is natuurlijk het is een middel om onderdeel te zijn van het grote systeem van de natuur, van de ecologie. In Drenthe zijn we nu zo'n 5 jaar actief als NICE. En een van de eerste projecten die wij gingen doen is het Alpha College in Hoogeveen. Berend, we zijn hier bij jou te gast, Alpha College Hoogeveen. Wat maakt deze plek bijzonder? Ja, nou, ik vond het wel mooi dat jullie binnenkwamen. Een aantal van jullie zeiden, dit is zo'n totaal andere plek geworden dan hoe wij het kennen. Het heeft een enorme verandering, transformatie doorgemaakt. Terwijl ook heel veel dingen hetzelfde zijn met oud materiaal. We hebben heel veel oud materiaal weer gebruikt in deze school. Dus dit is een verbouwde school, hè? Vernieuwbouw zeggen wij ook steeds. Niet een nieuwe school of een verbouwde school, maar vernieuwbouw. Mm-hmm. En dat betekent dat wij, dat dit gebouw zijn verhaal vertelt. Ik hoef met jou maar in deze hal rond te lopen en ik kan je laten zien waar het materiaal eerder gebruikt is of hoe het weer hergebruikt kan worden. We zitten hier in de centrale hal. Nou, achter mij is een prachtige servicebalie met TL-bakken erboven die tot een soort kandelaar om het hele servicepunt heen gebouwd zijn door studenten. Als ik achter je kijk, dan zie ik een tribune waar de houten vloeren van Kardingen, van de sportzaal, in verwerkt zijn. Als ik naar de plafondplaten kijk, dan zie ik hier plafondplaten die allemaal uit bestaand materiaal komen, uit de bestaande plafondplaten. Ik merk dat het verhaal, het bouwen aan dit gebouw, het verbouwen aan dit gebouw, mij steeds meer enthousiaster gemaakt heeft voor het verhaal van circulariteit. Waarom het belangrijk is om materialen te hergebruiken of waarom zo'n prachtig gebouw als dit ook echt heel mooi kan worden zonder dat je allemaal prachtige nieuwe materialen invoert. Wisten jullie wel waar jullie aan begonnen bij de start zo in 2016? Nou, niet echt. We hadden wel wat mooie plaatjes laten maken, hè, van hoe het de buitenkant van het gebouw eruit zou kunnen zien voor het bedrag wat we toen bedacht hadden. Maar het is totaal anders geworden. We hebben nu een vorm van aanbesteding gekozen die best value approach heet. Wat betekent dat je eigenlijk een idee hebt wat je wilt. Je hebt een plafondbedrag wat je ongeveer uit wilt geven. En je laat de markt met die ideeën aan de gang gaan om te kijken van waar kom je dan uit. Want daar zit de kennis, daar zit de know-how. Wederzijdse inspiratie, hè? Volgens mij zit daar echt de kracht in. Dat je bezig gaat en ziet dat iemand anders weer iets nieuws bedenkt waar jij ook bij aan kunt haken. En daar kan de ander weer bij aanhaken. En wat wij ook wilden was dat studenten meegenomen zouden worden in dit verhaal. Dat ze zouden weten dat als je hier op school komt, dan ga je meedenken over dingen als circulariteit, duurzaamheid, hergebruik van materialen. En ook in een veel bredere zin. Niet alleen maar technisch, maar ook fair trade in handel, duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Dat kwam er later allemaal bij. Dat had ik niet allemaal van het begin af aan bedacht, maar gaandeweg dat proces werd mij duidelijk dat dat ook onderdelen waren van waar we aan zouden moeten werken. Dat een verbouwing uiteindelijk leidt tot nieuw onderwijs. Dat een voedingsbodem is. Een ervaringsomgeving is om met die inzichten meteen ook nieuw onderwijs te maken. Zo'n transformatie en ook eigenlijk zo'n ruimte creëren waarin dat kan ontstaan. Ja, daarin is het Alpha College echt een fantastisch voorbeeldproject in Drenthe. Hè, waarin je die transformatie op allerlei niveaus hebt zien gebeuren. Maak je je zorgen of je het goed genoeg doet?
Ja, of wij het als generatie goed genoeg doen. Hè? Mm-hmm. Of ik het goed genoeg doe. Of ik sterk en duidelijk genoeg mijn stem laat horen. Als ik naar mezelf kijk, mm-hmm. maak ik me daar ook wel zorgen over. Niet zozeer over de keuzes die ik geloof ik maak, maar wel doe ik dat stevig en sterk genoeg. Waarom doe ik wat ik doe? Waarom doen we het eigenlijk zo? Als je transitiëren wilt van een lineaire naar een circulaire economie, vooral in de bouw, dan zul je gewoon wat moeten doen met je logistieke vraag en logistieke probleem of uitdaging die je dan krijgt. Je zult moeten gaan realiseren dat je tijdelijk tussen het oogsten en het weer hergebruiken opslag realiseert. Een ander prachtig voorbeeld, ook wel van de, nou, ik zou ook echt wel zeggen van de Drentse mentaliteit. Daar is Bork echt zo'n authentiek voorbeeld van, zonder dat er nog maar een markt was voor sloopmaterialen, voor circulaire materialen, voor materialen die een nieuwe bestemming zouden kunnen krijgen. Daar is nog steeds nog maar een hele kleine markt voor. Desondanks hebben zij gezegd, wij gaan een loods neerzetten, gemaakt van gebruikte materialen, waarin wij opslagruimte creëren om materialen terug te kunnen brengen, weer opnieuw aan te kunnen bieden in de keten, zodat ermee gebouwd kan worden. Dat is vervolgens weer een opstap geweest, die houding van Bork, dat zij ook bij het Alpha College feitelijk een partij zijn geworden die daarin zijn gaan helpen. Ik ben er ook van overtuigd geraakt dat hele oude bouwmaterialen en bijvoorbeeld goddinghout, balkhout, wat jarenlang droog in een gebouw heeft gezeten, ook kwalitatief eigenlijk nog beter is dan het nieuw geoogste wat uit Scandinavië of hier uit de nabije omgeving komt. Alleen, er is op dit moment nog onvoldoende vraag naar die materialen, dus dat vinden wij uiteindelijk wel een issue. Er zijn te weinig architecten die een huis gaan tekenen met gebruikmaking van materialen die er al zijn. En die hebben toch nog de oude gedachte in beeld, ze gaan met hun opdrachtgever uiteindelijk een gebruiker in gesprek, nou, en zo. Waar wij uiteindelijk de stimulans van krijgen, is dat er, en dat is wel weer mooi, er toch wat overheidsdeadlines zijn gesteld. En 2023 moeten alle overheden circulair aanbesteden. 2030 moeten alle overheden eigenlijk circulair werken. En 2050 hopen we een hele economie te hebben die circulair is georganiseerd. Nou, daar moet wel heel veel voor gebeuren. En jammer genoeg blijft het, in mijn perceptie, in de markt toch nog te veel er een beetje boven hangen. En is het te vrijblijvend nog. En denken ze nog, ja, het is nog te ver weg. Hè. We hoeven nu nog niet, het komt dan wel, dat zien we dan wel. Heb je nu ook andere mensen nodig, andere vaardigheden nodig om bijvoorbeeld zo'n slagrichting circulair te maken? Absoluut. Je hebt echt mensen nodig die, jonge mensen nodig, zeg maar even, die op een heel andere manier zijn grootgebracht dan wij, 50-plussers zeg ik dan maar even.
En die kijken echt anders naar een samenleving, zijn veel, veel minder materialistisch dan, en hebben hele andere waarden en normen dan, dan zeg maar de wereld waarin ik ben grootgegroeid. Ja, en die mensen die heb je echt wel nodig om, om naar die circulaire wereld toe te groeien. Wij blijven toch nog door onze opvoeding en door onze historie zeg maar toch nog wel wat hangen in lineaire gedachten. Hè? En we roepen wel dat we circulair willen, we roepen wel dat we bouwmaterialen willen hergebruiken. Maar uiteindelijk blijft de portemonnee ons toch elke keer nog wel de weg wijzen. Het is voor mij niet meer die definitie van werk van oké, ik ga 40 uur naar een baas toe en daar doe ik dan bepaalde taken en dat is het dan. En dan trek je de deur achter me dicht en dat is het. Ja. Onze generatie is natuurlijk ook weer ontzettend breed. Ik denk dat wij als generatie wel kritischer zijn, dat we ook uit het werk willen halen waar we zelf voor streven. Tegelijkertijd denk ik ook dat de tijdsgeest gewoon heel erg is veranderd, tot 50 jaar geleden. En toen vroeg, ik denk dat niemand zich achter me, oh, past het echt bij mij? Voel ik hier genoeg bij? Ik denk, ja, toen was echt meer, veel meer het overlevingsprincipe van oké, gewoon doen. Gewoon doen en niet zeuren. Aanpakken. En er moet gewoon geld komen voor de familie en we moeten onszelf kunnen onderhouden. En toen was denk ik nog heel erg een beetje dat overlevingsmechanisme. Ja. Ik denk dat dat misschien nog wel het grootste verschil is in generatie. Ik vind dat werk ook wel iets is waar je mensen mee kan bereiken. Dus in onze context dan specifiek de consument. Dus dat je daarin ook wel de consument meer bewustwording geeft over hetgeen wat ze consumeren, of hoe ze het beste boodschappen kunnen doen en wat er allemaal lokaal wel niet mogelijk is. Dus dat je ook echt kijkt naar je eigen omgeving in samenhang met de mens. Ik vind dat dit is wel waarvoor ik het doe, om de mensen ook in beweging te krijgen en dan vooral op voedingsgebied. Ja, en het wordt ineens ook heel tastbaar. Dus je zit echt met de ondernemer aan tafel en je werkt echt aan een nieuw product met een reststroom. Zo wordt ineens heel tastbaar dat je effect hebt. En dat je dan uiteindelijk met dat product inderdaad die consument ook nog bereikt. Met een gezond en duurzaam product. Dat is uiteindelijk wel waarvoor je doet. Goeie combi. Ja. Hoe we de economie ingericht hebben, dat zal anders moeten. Kijk, als je als overheid zegt van we gaan van een lineaire naar een circulaire economie. En je gaat dan wijzen naar partijen om dat vooral te gaan doen. En je neemt er zelf niet een rol in of het voortouw in. Dan voelt dat ongemakkelijk en niet geloofwaardig, vind ik zelf. Dus je zult als provincie, daar waar het kan, daar waar je zelf ook een rol hebt in de economie, moet je zelf een voortouw innemen. Dat kun je doen onder andere door bij het aanbesteden van wegen, kanalen, fietspaden. Zorg dat je die circulair aanbesteedt. Als je dat doet, ben je geloofwaardig. En niet één keer, maar altijd. Het gaat over je hele denkbeest, dat we gewoon anders moeten gaan denken. Als het gaat over de bouw, waar ik dan heel erg mee bezig ben, is het allemaal ABCD. ABCD. Er is grond, ja, er wordt een woning op gemaakt, we bestellen materiaal, weet ik veel waar vandaan, en we bouwen een woning. En als het eind is, dan breken we de tent weer af en gaat het naar de sloop. Nou, dan wordt het verbrand of opgeslagen of dat soort dingen. Maar we kunnen ook zeggen, jongens, die D, dat is onze tuin. Een van de gesprekken die ik natuurlijk ook heb gevoerd gaat over het project Drenthe van het Circulair, waarop Hogeveen onderdeel van is. Drenthe van het Circulair is een initiatief van alle Drentse woningcoöperaties. 8 Drentse woningcoöperaties die hebben gezegd, wij gaan het anders doen.
wij nemen het grondstoffenvraagstuk, de CO2-uitstoot, serieus. We zien dat als een deel van onze maatschappelijke taak. Wij willen circulair gaan bouwen. Hoe? Dat weten we eigenlijk niet. Maar wij willen als woningcorporaties verantwoordelijkheid daarvoor nemen. Het allermooiste is dat wij nu in ons huidige koers, de strategische koers, dat is eigenlijk businessplan wat we hebben, ecologie als een van de belangrijkste randvoorwaarden hebben opgenomen. Dus het moet ecologisch verantwoord zijn. En daarmee de eerste start in bestuurlijke verankering genomen hebben. En dan ontkom je er niet meer aan, want dan is het gewoon opdracht. Als je naar binnen kijkt in de corporatie en ook je rol binnen die corporatie om eigenlijk die verandering handen en voeten te geven, wat kom je tegen? Wat valt je juist daarin op? Het eerste gaat al hartstikke goed. Hè? Die pilot, dat is spannend, dat is leuk en dan wil iedereen meedijnen. Maar daarna krijg je altijd een hele taaie fase. Dat is de fase dat de organisatie echt anders moet dan ze altijd hebben gedaan. Want dan wordt dat lastig. Dan moet je antwoord geven op vragen waar je eigenlijk nog geen antwoord op hebt. Als het gaat over circulair bouwen. Ja, daar wordt natuurlijk van gezegd van ja, maar uiteindelijk hebben die materialen of de optelsom van de materialen hebben waarde. Ik kan het niet bewijzen over 80, 100, 200 jaar. Hoe hou je dan je fonds van de woningcorporatie overeind? Wat voor antwoord geef je erop? Daar hebben de woorden niet voor uitgevonden. Daar hebben we de omgeving niet voor uitgevonden. Dan zit je op systeemveranderingen, verandering van wet en regelgeving, verandering van financiering, dat soort zaken. Dat is een hele taaie fase waar je heel lang moet praten. Er zijn maar heel weinig mensen die daar de energie, de tijd, de rust. En dat kost je gewoon 10 jaar. Hoe maak je dat het voor jezelf? Dat je, dus welke competenties of welke overtuiging neem je mee dat jij wel dat je er wel in blijft staan? Dat de optelsom wel tot iets nieuws komt. We hebben niet voor niks 5 proeftuinen. We denken allemaal 5 proeftuinen, 5 keer moet er iets gebouwd worden. Maar dat is niet de truc. De reis en het leren daarvan en daarop kunnen reflecteren, dat is de issue. En als je vraagt, goh, wat is nou echt veranderd al? Wat heeft onze reis opgeleverd met elkaar? Dan is er heel veel mensen die zeggen, maar we kunnen niet meer anders en we willen niet meer anders. En stel je voor dat dat de start van een definitieve omslag is naar meer circulair biobased bouwen. Dan moet je eens kijken wat we gewonnen hebben. Er was niks en nu zeggen mensen, ik kan niet meer anders, ik wil niet meer anders. Mensen die ergens voor gaan staan, dat is een grotere verandering dan een stapel bakstenen en wat uiteindelijk circulair is. Als je wil nadenken over de toekomst van onze regio, van ons land, van jezelf, dat je ook iets moet weten over de geschiedenis en waar we vandaan komen. Ik denk dat de hele oude gemeenschappen heel goed wisten dat ze elkaar nodig hadden om te overleven. Dat was natuurlijk ingewikkelder in die tijd. We zijn in de huidige maatschappij misschien iets te veel geneigd om te denken van ja, ik heb een idee, het is mijn idee, dat blijft iedereen af. Terwijl ik denk als je het samen en gaat delen met elkaar, dat je er iets veel mooiers van kan maken en dat het veel levensvatbaarder is. Dus dat is volgens mij echt wel een van de dingen die je van de geschiedenis kunt leren. Iets gemeenschappelijk doen in een gemeenschap, dat je verder brengt of zorgt dat je verder komt of dat je je kunt ontwikkelen. En is dat een kwaliteit die juist hier in het noorden nog aanwezig is? Hè? Want we kennen hier dan noberschap. Doet ja, wat voor, ik denk dat Noord-Nederland juist door de noberschap of Minskip, zoals het in Friesland heet, daar best een goede regio voor is om dat weer aan te wakkeren.
afhankelijk gebruiken wij natuurlijk in ons taalgebruik heel vaak als een ongelijkwaardige afhankelijkheid. Waar, dat is bijna een machtsverschil, hè, waar we over praten. Hoe zouden we naar wederzijdse afhankelijkheid of het bewustzijn van dat we wederzijds precies, van elkaar afhankelijk zijn weer kunnen komen? Hè? Want dat, ik hoor je ook vertellen dat je zegt, ja, en dat zie je nu veel minder. Terwijl met Noorderschap hier in het noorden, dan wordt dat nog wel meer gevierd. Ik zou bijna zeggen dat dat is ook een sociale traditie. Als je kijkt naar de nieuwe economie en circulair, dan zie je dat we automatisch gaan afschalen. Want dan gaat het ook over dichtbij, weinig vervoersbewegingen, weten waar dingen vandaan komen. Dus dat moet je kunnen overzien. Hè. Dat, ik kan die akker in China niet bekijken waar de katoen verbouwd wordt. Maar als hier vlas wordt verbouwd, dat kan ik zien, bij wijze van spreken. Dus misschien moeten we ook wel leren om het te doen met wat we hier hebben. En niet meer alles willen hebben. Dat niet meer winstmaximalisatie het hoofddoel is, maar dat genoeg verdienen genoeg is. En dat je vooral iets wil bijdragen aan, aan je omgeving of aan de wereld. Dat klinkt al als een aantal bouwstenen voor een nieuw systeem. Ja. Dus geen winstmaximalisatie nastreven, maar eigenlijk impact willen maken. Mm-hmm. Wat we dan in het systeem nog verder nodig hebben, is dat we met elkaar gaan geloven dat impact maken en niet zoveel verdienen, maar genoeg verdienen, genoeg is, dat zorgt voor continuïteit. Zodat ook bijvoorbeeld onze financiers, de banken, denken van ja, maar ook dat is een model wat we kunnen financieren. Het gaat niet uiteindelijk over grote bergen met geld, maar het gaat wel over continue werkgelegenheid. Iets wat gewoon een bestaansrecht heeft. En uiteindelijk gaat het pas echt werken als het hele ecosysteem hieraan werkt. Dat zijn wij als mens, dat zijn de organisaties en de bedrijven waar wij in werken, dat is de overheid. Ook een soort common sense met elkaar en je bewustzijn van wat er moet gebeuren. Op Hogeveen die vertelt over, ja, er is nog geen steen gestapeld. We hebben nog geen woning gebouwd. Maar de verandering bij mensen, bij medewerkers, in het management, op bestuurlijk niveau. En dus de geleerde lessen daar zijn zo hoopvol. Hij gaf ook aan, ja, is die proeftuin niet al zo geslaagd doordat we dat hebben weten te bereiken? Als ik kijk naar Bork, hè, Alfred Echte, die zegt van ja, wij zijn een sloopbedrijf, we zijn dit gestart. Maar we hebben jonge mensen, andere mensen nodig in onze organisatie, ook om mee samen te werken, om als bedrijf gewoon die transitie te kunnen maken, om voorstelbaar te maken, te kijken van nou, wat is er werkelijk nodig om die verandering te brengen. En Jan Berend met zijn verhaal over het Alpha College, waarin hij bijna zei, ja, dus eigenlijk is het te mooi geworden hier. Dus je ziet niet meer dat heel veel materialen hergebruikt zijn. Dus we moeten dat verhaal erbij vertellen. Maar als je het erbij vertelt, zie iedereen van, oh, is dit mogelijk? Dus dat geeft mij wel energie, hoop, om dit werk wat we doen ook voor te blijven zetten. Om uiteindelijk die verbinding tussen die verschillende plekken ook met elkaar te kunnen maken. En om uiteindelijk een echt alternatief te bieden voor het huidige systeem. Door te bouwen, hoe klein het ook is, aan je eigen systeem. Dus het is natuurlijk zaak om te beginnen. We weten wel welke richting we op willen, maar hoe het exact moet, dat zijn we gewoon aldoende aan het verkennen. Door te starten, nodig je ook de ander uit ook om te starten. En dan wordt het een samenstarten. En dan wordt het meer. En dan wordt het uiteindelijk een beweging. En dat is omdat je zelf start, begint. En in dat begin zit de uitnodiging naar de ander. Doe je mee? Zullen we samen?